Blij dat u er allemaal nog bent. Zeker dat het voor de pauze goed gaat. Wij hebben wat veranderingen moeten doen. De eerste dirigent heeft wat medische beperkingen en wil na de pauze het stokje overgeven aan Henk van der Maat. Die is in Oldenbroek nog niet zo heel erg bekend, maar daar komt u dan wel achter. Heel veel succes, Henk. Wat kan er een geluid uit zo'n klein gitaartje komen? Daar sta je toch van te kijken. En dan zeggen dat je niet mag applaudisseren. Dat gaat natuurlijk nooit goed. Waar is die overigens gebleven? Achterom bleven. Ik ben iemand welkom vergeten te heten. En dat zijn de heren van de Bond van Mannenkoren van Gelderland. Het mooie komt nog harder. Die jongeman die hier foto's maakt, die heeft u wel herkend, dat is onze eerste tenor. Hij loopt nu niet zijn stem te zoeken, maar foto's te maken voor onze website. Dus dan weet u dat ook alvast. Ik wens u een hele prettige voortzetting en concert. Dank u wel voor het. Hoort u mij? Ja. Ik wou even wat vertellen over een stuk dat ik zou gaan spelen. Ik heb hier om een solo stuk te mogen spelen. Het stuk heet Trepak. Trepak, zoals de Russen het eigenlijk uitspreken, dat is een heel bekende Russische dans. Die zal ik even voordoen. Die gaat als volgt. En die mag ik straks ook proberen als ik aan het spelen ben, wat mij betreft. Dat is deze beroemde dans, handen over elkaar en dan de benen zo, maar dan eigenlijk zonder dit krukje waar ik nou op zit. Dus iedereen mag het proberen, maar het is een heel beroemde dans in Rusland, vast wel ergens gezien, zo heet het, de Trepak.
Ik
Thank you.
Ik zou best een applaus voor het koor willen hebben, want ik ben best trots voorzitter te zijn van zo'n club. Donateur worden is natuurlijk ook wel. Denk daar eens aan. Met de dankwoord, wat altijd bij een concert hoort, wil ik beginnen met onze dirigent Jan Zwanepoel. Hij zegt altijd, je moet met de vreemde beginnen, maar dit keer doen we dat dus niet. Als je even dichterbij wil komen. Ik heb
Jan, heel erg bedankt. En we hopen dat je nog lang bij ons bent. Tweede op mijn lijstje heb ik gezet en niet in alfabetische volgorde, maar gewoon, die kwamen in mijn gedachten op. Henk van der Maan. Kom eens even erbij als je wilt. Heel erg bedankt dat je zo in bent gekomen. Dan kom je natuurlijk aan het meubilair en dat is Johan Bredewoud. Heel erg bedankt. Van ons, die meneer op die trekharmonica, en nou is dat natuurlijk helemaal niet goed. Harm van den Berg, bedankt, fijn dat je er bent. Een nieuwe een bij ons was, en dat heb ik al verteld, Jeroen Meijering. Pak hem maar met je rechts, met je linkerhand aan. Want met je rechterhand kan dat waarschijnlijk niet. Wat een tempo. Heel erg fijn dat je bij bent. Dan onze getrouwe bariton, koorbariton, Evert Ponsen. Fijn dat je bent. Ja, en ik had al tegen Hartgering Brummel gezegd, als je nou meedoet, krijg je misschien bloemen. Dus, ben je naar voren komen. Heel erg bedankt dat je er was. Dan is het een goede gewoonte om de beheerder van de zaal ook te voorzien van een bos bloemen, want dan kan hij tenminste thuis vertellen dat hij gewerkt heeft. Maar ik zie hem niet, maar we zorgen wel dat hij hem krijgt. Oh, kijk eens, te staan. Oké. Okay. Bedankt voor alle goede zorg. Als laatste op mijn lijstje heb ik staan Raymond Brink. Dat is onze geluidsman. Doet het vandaag voor het eerst bij ons. En ik zou zeggen dat het goed gegaan is, maar we evalueren het nog wel. In ieder geval tot zover. Heel erg bedankt. Alvorens dan onze laatste twee liederen van het programma te zingen, wil ik afsluiten met het gebed. Als ik daar even stilte voor mag geven. Vader in de hemel, aan het einde van ons concert willen we u dankzeggen voor deze fijne avond. Wij vragen u om de gezongen teksten in de komende tijd nog eens in onze gedachten te brengen, zodat die in ons dagelijks leven hun vruchten kunnen afwerpen en ons af en toe stil kunnen maken. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan? Ons veilig op de plek brengen waar we verwacht worden. En dat bidden we, zoals altijd, speciaal voor degenen die alleen thuiskomen. Na zo'n fijne avond valt dat af en toe niet mee. En wij bidden voor die koorleden, concertgangers, uw nabijheid en uw zegen op dat moment. Wij vragen u dat niet omdat we iets verdienen, maar alleen uit genade. Amen. Gaan we nu de laatste twee liederen zingen. En dan wilde ik vragen of wij als eerste weg mochten. Dat was er net niet helemaal de bedoeling. Maar nu zouden we het wel gaan doen. Ik wens u een goede zondag toe. Een goede kerkdienst als u daar naartoe gaat, op welke plek u dat ook doet. En hopelijk nog eens tot ziens. Dank u wel voor uw aandacht.
Ik wens u voor strakjes, wel thuis, doe voorzichtig, kom heel naar huis. Tot ziens.